Rai op links. Zou het kunnen naar Leemans. Op rechts naar Van Overbeek. Zo komt PSV dus tot aan de 16. Manolev sleept via de Bond een hoekschop uit. Met zijn allen komen ze ingelopen. En dan van achteruit is het raak. Ja, dat waren dus drie bliksemafleiders. Allemaal naar de eerste paal toe stormend. En het is Mohamed Rai die daarvan profiteert. Koch. Van Overbeek. Horsten. Wordt nauwelijks aangepakt. Naar Van Overbeek. Langs Kuipers en verlengd. Door Vloed, maar die lijkt die bal niet vol te raken. Daar komen ze weer. Naar de eerste paal. En van achteruit is het Vloed die in dit geval de kans krijgt. Martina Gravenberg. Komt hij weer met die machtige passen. En met een schot van enorme afstand waar Bertrams toch heel veel last van heeft. En Rai de andere kant op. Vloed staat op scherp in het centrum. Van Overbeek kan. Die wordt geholpen door Manolev. Die dendert buitenom. Manolev, Vloed bij de eerste paal. Achterin komt Leemans. En Vloed dacht daar die bal binnen te kunnen koppen. Maar dat plannetje valt in duigen. Sana. Horsten. Dat was iets te gemakkelijk wat Rai hier wilde. Elas Naoui. Mooi werk zeg. Meeleg nu. Kapt Heesakkers uit. Probeerde Lobotka te bereiken. Daar zat nog een Eindhovens voetje tussen van Koch wellicht. En PSV weer uit de startblokken geschoten. Van Overbeek. Wil er langs bij Teten. Dat lukt hem ook nog. Manolev maakt er 0-2 van. En zij twijfelen aan het gegeven of de bal over de achterlijn was, ja of nee. Dan gaat het hierom. Blijft die bal overduidelijk binnen. En tikt Manolev die bal binnen voor 0-2. In de 59. Wordt PSV wel steeds meer achteruit gedrukt in deze fase. En levert dat een goal op van Sana. Een mooie goal, maar de vlag is omhoog gegaan. En die verpest dit Ajax-feestje. Ja, het is heel lastig om te zien op dat Sana buiten spel staat. Teten komt daar heel knap uit, die jongeling. Hij is pas 17, laten we dat niet vergeten. Lazic, gemist door Lobotka, daar komt Elas Naoui en daar is wel de goal. Nee, daar is hij niet. En hier komt er misschien wellicht weer een voor Kuipers. Via Hermansson is het Elas Naoui die Heesakkers heeft geraakt. En dan krijgt Ajax hier een penalty. El Hasnaoui schiet in, raakt Heesakkers. Perez geeft een penalty en geel aan de linksback die al een gele kaart heeft gehad. En zo krijgen we misschien toch nog een kentering in deze wedstrijd. En Nigel Bertrams. En Hendricks wint. En Ajax heeft toch de aansluitingstreffer te pakken met nog een kwartier op de klok. Altijd Sana bij de vrije trap. En Kuipers kopt in voor 2-2. Ze komen dan toch langs zij. Linksback Bas Kuipers zorgt voor vreugde taferelen hier op de tribunes. Op de toekomst. Kuipers. Binnendoor Meeleg. Gaat hij het weer doen in deze wedstrijd? Meeleg. Gaat hij het weer doen? Nee, hij doet het niet. Hachelijke situatie voor jong PSV. Kuipers. Kuipers pegelt hem via Koch in de handen van Bertrams. Die lost, maar kan wel herstellen als Hendricks inschiet. En dan op de knie van Hermansson.
Wat een slotfase hier, zeg, op de toekomst. Interessant was het. 2-2 op de toekomst tussen Jong Ajax en Jong PSV.